facile essendo per pigliare che ne so o per noi per open eye fatto pigliare un wit uitblast eye e dunque sono nu 1969 dus dat is nu 41 jaar. Ik maak natuurlijk knipsels op kaarten en geboorteknipsels en van jubileums. En ik heb mappen vol met allerlei kopieën, want ik maak er wel kopieën van. En zoveel je trouwt en zoveel je bevriend en zoveel je dominee. En nou ja, dat is ook soort knipsels ik. Ja, die aaien die maak ik dus leeg met een injectiespuit. Maar je wilt een grote aaien niet dus? Nou, we broeken net volle aaien. Maar ik maak een hele hoop cake. En nou, iedereen die jetjes krijgt een cake. En die ziekwest is of in het ziekenhuis light. Of, nou ja, wat de beppers is, nou jetje binnen, dan trakteren ze op schwal. Ik nou was op cakejes. Alleen omdat je ook van je aaien al maakt? Ja, ik maak daar 5 van die aaien nou. En nou ja, we hebben een hoop jetjes. En de broers en zussen en de buren en ja, dat... En jouw man? Nou ja, die maakt me maar jetjes, dan krijg je een cake. Ja? Zeker. Dus dan kan je best... Hij is allemaal een paar 100 aan hier. 4 wie een cake. Dat... en spinazie heet je dan maar mijn roerij. Nou ja, toen ik bijna al naar thuis ben, dan... Dat weet natuurlijk ik nog volle meer. Nee. Ik sla dus eigenlijk nooit naar een pad. Alleen nee. Ja, soms bruine aaien. Dan krijg je dus net vaak een zin aai. Nee. Dat gebeurt hartstikke nooit. Ga allemaal. Ja, ik zit hier in de bedstee. Nou, goedemorgen. Goeie. Wat zit hier dan mooi? Ja, ik zit krijg even wat in de computer, nou, wat nooitjes hebben, maar... Ik kon net vinden wat ik zag. Oh. Maar dat is jouw kantoorke? Ja, hier hebben we een kantoorke. Dit was vroeger een oude bedstee. En we hier in de ratse daar in de keuken. We dachten, hupsakee, maar even... een maatje ben ik alles kwijt. Dus je hebt de boel verbouwd? Ja, daar waren we vroeger ook al eens wat mee bezig, maar... Toen waren we naar boer en nog boer oud bent, dan zou ik de boerderij wel eens even in oude staat terugbrengen. Dan hebben we wat meer tijd ervoor. Nou, dat is mijn hobby is een beetje. Ja, al hier van de grote enters. Die komen alle keer nooit Amerika bij. En heb je de vrouw dan wel eens mooi te zien? Nee, ik heb geen vrouw. Ik heb de laatste periode vriendin. Ik ben altijd vrij gezellig geweest. En die mem zit hier nog bij op de boerderij. Maar die is ook alweer achter hier dat hij overleden is. Dat ik voor mij meer zelf wat. Ja. Dus zo'n tweeën maar een vrienden? Ja, ik heb vroeger wel leuke vrouwen gehad, maar het is er nooit wat van komen. Ja, we zijn het weekend wat bij elkaar en er in de week een beetje wat linner. Maar met huizen bouwen, vriendin erbij? Ja, en grote trekkers, wat wordt er dan meer? Ja. Ja. Dit zit wel een jeugd, ik. Ja, maar dat is net ongezond, hoor. Ik ben er fit van. En we hebben altijd alles wat werk dient in de burgerij, nou, dus... en dan maar wel wat, ja, nou hebben we nog wel wat om hand, maar ik wat meer tijd voor oren dingen zo, hé. Kwam vroeger ik wat minder van. Dus het werk is dienen en nou de hobby's?
Ja, hobby, wat verbouwen, een grote bloementuin ervoor. Oh, je bloeit altijd wel wat bezig, toch? Ja. En vrouwen en wat trekkers. Ja. Ja.